Een van de zaken waar het publiek geen weet van heeft, is de videoanalist bij een betaald voetbalclub. Linde Boer, jij bent videoanalist bij Heracles Almelo. Wat houdt het precies in? Ja, videoanalist in zijn algemeenheid houdt in dat je de beelden vastlegt gedurende wedstrijddagen en trainingen. Die beelden in kleine stukjes knipt en die presenteert aan de technische staf. Waarna we samen daar een analyse op loslaten. En dat ben ik. Met andere woorden, ook ik was blij. En als je die analyse dan gemaakt hebt, in hoeverre heb jij dan contact met de trainer en met de spelers? Met de trainers heb ik eigenlijk direct contact. Zowel tijdens de wedstrijden als direct na een training. Tijdens de wedstrijd zit ik samen met Ivo boven en bespreken wij hetgeen er gebeurt tijdens de wedstrijden. En Ivo communiceert dat dan met de rest van de technische staf. En bij de trainingen, na de trainingen, deel ik direct de beelden met de trainers. En ik probeer mijn waarnemingen neer te leggen bij de trainers. Zodat zij uiteindelijk met de spelers individueel of samen met mij in gesprek kunnen gaan. Gebeurt het dat jij samen met de trainer en de spelers de zaak analyseert? Ja, dat gebeurt. Op wedstrijddagen en de dagen richting de wedstrijd doen we samen met de technische staf. Presenteren wij de analyse van de tegenstander. De analyse van de spelervattingen, voor en tegen. Presenteren wij aan de staf. Uiteindelijk heb ik dat samen met de trainers voorbereid. De trainers gaan uiteindelijk ook over de beslissingen. Maar wij presenteren dat aan de spelers gedurende de week, zeg maar. Komende wedstrijd is de wedstrijd tegen Roda JC. Ik neem aan dat je daar al volop mee bezig bent. Ja, daar ben ik zeker mee bezig. We hebben natuurlijk de bekerwedstrijd gespeeld. Daar speelden ze net als wij met wat andere spelers. Ik heb nu een aantal wedstrijden, die ben ik aan het voorbereiden. En ik probeer via social media Roda te volgen. Want die zijn nu op trainingskamp van, hey, gaan zij nog andere dingen doen, ja of nee? Betekent dat jij buiten Heracles Almelo ook de tegenstanders vol blijft volgen? Ja, die blijf ik gewoon volgen. Kijk, Roda is de eerstvolgende en is de belangrijke wedstrijd. En daar zijn we mee bezig. Is er soms verschil tussen wat jij wel ziet en wat een trainer op de wedstrijdbank niet ziet? Soms is het maar goed dat we verschillende dingen zien. En dan zeg ik niet dat ik de goede dingen zie. Maar samen kom je uiteindelijk tot het beste resultaat. En natuurlijk hoop je dat je een keer een moment eruit pakt wat later succesvol blijkt te zijn. Maar het is echt een gezamenlijke klus die je doet richting de spelers. Ben je tevreden over de resultaten die jij aandraagt en het resultaat in de wedstrijd? Ik zeg dat betaald voetbal is nooit klaar. En dat geldt ook voor de videoanalist, maar dat geldt ook voor de trainers. Dat geldt ook voor de spelers. Je bent eigenlijk nooit klaar totdat de competitie af is. Wie wordt de kampioen dit jaar? Heracles.